Goed, het is uh, half twaalf, dus ik ga uh, starten. Welkom allemaal. Mijn naam is uh, Jurgen van den Broek. Ik uh, werk bij Society Nederland als cloud consultant. En richt me met name op uh, cloud platformen en identity and access management. En zo ook vandaag een sessie over identity and access management. Empowering customer identities in the enterprise environment. En uh, tijdens deze sessie zal uh, de service Azure Active Directory... Business to consumer centraal staan. En ik was heel erg nieuwsgierig wie in de zaal al uh, bekend is met uh, de dienst uh, Azure Active Directory B2C. Oké, okay. en wie van die mensen heeft het ook daadwerkelijk al in een uh, testomgeving uh, ingericht of bij een klant geïmplementeerd? Nee, niemand achterin, oké. Okay. Oké, okay. top. Uh, tijdens deze sessie zullen we dieper ingaan op de uh, dienst uh, Azure Active Directory B2C. Maar voordat we dat doen, is het denk ik goed om het concept business to consumer nog even de context daaromheen even wat meer te verduidelijken. Dat wil ik eigenlijk doen op basis van een aantal uh, cases. Want het concept business to consumer is eigenlijk vrij simpel: dat is eigenlijk een consument die uiteindelijk een dienst of een service af gaat nemen bij een uh, bedrijf online. En uh, daarvoor moet hij een account gaan, uh, gaan registreren. En of dat nu een webshop is, of een energiemaatschappij, uh, waar je een account aan maakt om bijvoorbeeld je facturen in te zien, uh, of een webshop waar je een account aan maakt om iets uh, te gaan bestellen. Het proces rondom die registratie is eigenlijk continu hetzelfde. Je gaat namelijk een account aanmaken en tijdens het aanmaken van dat account moet je een aantal gegevens invullen die iets zeggen over jouw identiteit. Die zijn gerelateerd aan jou als persoon. En je gaat er dan ook van uit dat die gegevens, op het moment dat, ze die, uh, dat je die, uh, die invult en die uh, eigenlijk overhandigt aan dat bedrijf, dat ze daar goed mee omgaan op een juiste manier en dat ze die, als het opgeslagen is, ook veilig is. Uh, echter, zie je, uh, en dat zie je ook in de verschillende nieuwsberichten natuurlijk regelmatig terug, uh, dat er voldoende uh, voorbeelden zijn. Uh, waarbij accounts uh, toch op straat komen te liggen door hackpogingen of security incidenten. En uh, daarom heeft uh, um, security bij de grote enterprises ook een top prioriteit. En zeker als het gaat om uh, uh, accounts van uh, consumenten. Want het heeft een externe focus en op het moment dat het daar misgaat, heeft het ook imago schade. Uh, en daar speelt uh, Microsoft eigenlijk op een uh, slimme manier op in. En daar bieden ze eigenlijk nu ook een, een dienst voor. Voor het veilig opslaan van dat soort type uh, identiteiten. En dat is Active Directory, Azure Active Directory, Business to Consumer. Um, Even de mechanismes die we tot nu toe gebruiken om in te loggen op een website. Als we heel bazaal gaan kijken, authenticatie. Je kan natuurlijk een registratieformulier en een loginformulier op een applicatie beschikbaar maken. Dan kun je inloggen, uh, registreren en inloggen en dan wordt de account opgeslagen binnen de applicatiecontext. Of je kan gaan integreren met bijvoorbeeld een uh, social uh, identity provider, Google of Facebook. En dan maak je een directe koppeling tussen die applicatie en uh, de IDP, uh, bijvoorbeeld Facebook. Uh, en bij grote enterprises wordt er vaak een dedicated IAM-infrastructuur gebruikt. Kan ADFS zijn, kan ook een andere IAM-oplossing uh, zijn. Op het gebied van identity management wordt vaak uh, de identity binnen de applicatie of de IAM-infrastructuur uh, opgeslagen. En er is vaak ook een koppeling met een CRM-systeem uh, om een klantenbestand op te bouwen en op die manier ook te kunnen rapporteren. En die gegevens verder in het applicatielandschap uh, te kunnen gebruiken. Uh, maar wat er verandert in de laatste tijd is dat er, uh, um, oh ja, een self-service, vergeet ik, sorry. Self-service functionaliteit in, uh, in, in, in de huidige mechanismes uh, is vaak maatwerk. Uh, een, uh, een wachtwoord reset of een uh, profiel update of dat soort zaken, dat moet als default functionaliteit ingebakken worden in de applicatie, is niet als standaard functionaliteit beschikbaar. En wat er verandert is dat één uh, security een belangrijke rol gaat spelen. En twee is eigenlijk dat organisaties uh, ook steeds meer verschillende type applicaties naar de markt toe gaan brengen. En ook steeds meer losstaande applicaties. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, denk ik de CoolBlue uh, case. Uh, dat is een webshop waar je verschillende producten kunt bestellen. Op het moment dat jij een televisie bestelt bij Cold Blue kom je op een hele andere webshop uit dan op het moment dat je een wasmachine bestelt bij CoolBlue. Uh, maar je wilt niet voor die verschillende type uh, webshops natuurlijk opnieuw gaan inloggen. Dus je maakt maar één account aan en uiteindelijk kun je toch je bestelling uh, kun je gaan, uh, gaan afronden. Uh, en je kan gewoon beide producten bestellen. Uh, het wil niet zeggen dat ze daarvoor de B2C service uh, uh, gebruiken bij Boek, uh, CoolBlue. Maar ze gebruiken wel hetzelfde concept, want dat is ook wat B2C eigenlijk biedt. Het biedt een single sign-on experience naar allerlei verschillende uh, typen en soorten applicaties uh, die gekoppeld zijn met uh, een B2C-service. En die uh, koppelingen met die applicaties, die kun je dus ook apart gaan configureren. De ervaring, de gebruikerservaring naar de ene applicatie kan anders zijn dan de andere applicatie. Ze kunnen het ook hetzelfde zijn, maar ze kunnen ook anders zijn. Kun je per applicatie kun je dat configureren. Daarnaast bieden we een standaard registratiefunctionaliteit binnen Azure Active Directory B2C. Uh, dus je kunt daar je account eigenlijk uh, gaan aanmaken. Je hoeft dat dus niet meer in te bakken in je applicatie. Het zit dus als default functionaliteit in het tenant al uh, opgesloten. En daarnaast kun je ook een directe koppeling gaan maken met uh, Social Identity Providers. Google, Facebook noemden ze net al. Uh, en de gekoppelde applicaties kunnen eigenlijk direct gebruik maken van die eenmalige koppeling. Dus dat wil zeggen, je hoeft niet per app een koppeling te gaan maken, maar je maakt eenmalig de koppeling met een uh, Social Identity Provider. En daarna ge uh, gebruikt de applicatie eigenlijk uh, die koppeling binnen zijn eigen configuratie. Er zijn er misschien mensen in de zaal die zeggen van ja, maar Microsoft die heeft toch al een product rondom Identity Access Management. Dat is ook zo, Azure Active Directory, dat is al wel langere tijd in de markt. Um, daarnaast, ze hebben Azure Active Directory B2C er echt uh, uh, specifiek en uh, uh, Express ernaast gepositioneerd. Uh, en dat heeft eigenlijk de volgende re reden. Nou, ik wil ze eigenlijk in eerste instantie eerst vergelijken. Um, het zijn beide... Uh, identity Providers, met andere woorden, het is een, uh, een dienst die authenticatie verzorgt. Zowel Azure Active Directory doet dat als Azure Active Directory B2C. Uh, en zorgt dus voor een single sign-on uh, ervaring naar de achterliggende applicaties. Ze zijn beide gefocust op self-service. Dus in beide uh, diensten zitten self-service functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld password reset. Uh, maar uh, in B2C zit bijvoorbeeld de registratiefunctionaliteit en in Azure Active Directory heb je workflows, approval workflows, om uiteindelijk toegang te kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een applicatie. Waar het grote verschil in zit, is het type identiteit uh, wat wordt er opgeslagen binnen zo'n uh, zo dienst. Als we gaan kijken naar Azure Active Directory, is dat gericht op interne uh, medewerkers, enterprise users, uh, interne applicaties. B2C is gericht op externe users, consumentenidentiteiten. En dat is een, een wezenlijk verschil. Ook het provisioningverhaal, dus hoe een gebruiker uiteindelijk uh, binnen het landschap bekend wordt, uh, is ook anders. Bij uh, een interne medewerker wordt een gebruiker ten eerste in een HR-systeem opgevoerd en vanuit dat HR-systeem wordt hij uiteindelijk beschikbaar gemaakt in een authenticatiebron waar hij uiteindelijk zijn credentials uh, krijgt om te gaan inloggen en uiteindelijk toegang krijgt tot applicaties. Bij B2C is die flow precies andersom. Wij weten namelijk niet van tevoren wie de gebruiker is. Hij moet zichzelf eerst registreren voordat wij weten wie de gebruiker is. Dus die flow die gaat precies andersom. En daarom is het licentiemodel, wat bij beide uh, services hoort, ook anders. Je kunt namelijk van tevoren een x aantal licenties voor interne medewerkers afnemen, omdat je weet. Hoeveel medewerkers er binnen jouw organisatie werken. Dat zou je moeten weten in ieder geval. Um, als je gaat kijken naar B2C, dat kan in een, van de een op de andere dag kan het heel erg gaan groeien. Je kan starten met 100, maar kan eindigen met een miljoen. Dat betekent dus dat je niet een miljoen licenties van tevoren gaat afnemen, maar dat je gaat betalen naar gebruik. Dus je betaalt per authenticatie en per gebruiker. En dan hebben we het niet over de bedragen zoals dat bij de licenties van Azure Active Directory uh, zijn. Uh, een euro of meer uh, per gebruiker, maar dan hebben we het echt over centenwerk. En de honderdste van een cent hebben we het dan over. Per gebruiker en per uh, authenticatie. Dan gaan we nu de deep dive in. Wat gaan we even waar, we naar, waar we langs gaan zijn eigenlijk de volgende uh, onderwerpen. We gaan even kort in op de authenticatie- en registratiefunctionaliteiten, uh, de Social Identity Providers. Uh, attributes and claims, branding en op het laatst nog even wat tips en tricks over uh, de B2C op basis van wat uh, praktijkervaring. Dat gaan we doen op basis van een, uh, een demo-omgeving. Uh, uh, we hebben al reeds een uh, Azure Active Directory B2C tenant aangemaakt en er is ook al een koppeling gemaakt met een applicatie. En tijdens deze demo gaan we dan ook een uh, Google als een Social Identity Provider uh, toevoegen. Uh, nou, laten we eerst eens even kort kijken naar uh, de demo-omgeving wat er al uh, reeds aanwezig is. Nou, we hebben al een uh, Azure Active Directory uh, B2C tenant. Dat zie je hier, die hebben we aangemaakt in de portal. En binnen dat B2C tenant hebben we een applicatiecontext aangemaakt. De applicatiecontext die heeft een uh, application uh, ID. Die heeft een reply URL, dat is de URL van de, van de website, uh, waar hij naartoe moet terug redirecten op het moment dat er is geauthenticeerd en er is een app key aangemaakt. Nou, alle drie zijn nodig om uiteindelijk een vertrouwensrelatie op te zetten tussen de tenant en de applicatie. Dat zal ik ook tonen in de webconfig. In de webconfig, dit is de configuratie van de app die ik zo meteen zal laten zien. En uh, hierin zie je dus ook inderdaad dat uh, het uh, uh, tenantnaam is opgevoerd. Dat de ID is opgevoerd. En dat inderdaad het secret hier ook is opgevoerd. Dus alle drie zijn nodig om die uh, terug te tot stand te laten komen. Nou, dan zal ik de, uh, de app uh, laten zien. Dit is onze demo-app. Waarmee we de, 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 de verdere verloop van de presentatie uh, de, de demo's zullen gaan, uh, gaan geven. Uh, het is gewoon een demo-app van de Microsoft uh, website, sample-app. Kleine aanpassingen aangedaan, wat styling dingen. En nu kunnen we gewoon inloggen en we kunnen de gaan registreren. En dat gaan we in het uh, verloop van de presentatie uh, Gaan we dat doen? Authenticatie en registratie. Voor authenticatie en registratie is belangrijk welke protocollen we gaan gebruiken. heeft met name met de uh, Trustrelaties te maken tussen een applicatie en een tenant. OpenID Connect en OAuth 2.0 zijn out of the box supported bij Azure Active Directory B2C. Ook de overige protocollen zullen, uh, zijn al en zullen in de toekomst uh, supporters gaan, uh, gaan worden, net als SAML 2.0 en WS Federation. Uh, tokens die gebruikt worden tijdens uh, uh, het, het inlogproces om de informatie uit te wisselen tussen het tenant en uh, de applicatie, gaat de basis van JWT-tokens. Nou, voor authenticatie en registratie kun je uh, policies uh, gaan definiëren. En policies houdt eigenlijk in dat zijn eigenlijk de configuratieset die je per applicatie kan gaan configureren voor het inlogproces, voor het sign-up proces. Uh, uh, voor uh, eventueel het profiel uh, editing uh, uh, proces en eventueel password reset policy. Dat zijn eigenlijk de policies die er op dit moment uh, in zitten. En per policy kun je dus inderdaad de identity provider uh, aangeven. Je kan attributes en claims kun je configureren. Je kunt token en sessies, uh, kun, uh, de token configuratie en sessie uh, timeouts kun je instellen. En je kan branding uh, gaan toevoegen aan die verschillende policies. Nou, laten we eens kijken in de praktijk hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Dan pakken we allereerst de, de management portal er uh, weer bij. Dan zal ik dat demonstreren op basis van de sign-up uh, policy. Ik heb al uh, reeds een uh, sign-up uh, policy uh, aangemaakt. Die ga ik editen. En wat je hier nu dus ziet is dat er een aantal opties die ik net eigenlijk al noemde. Dat je die hiervan kan gaan configureren. Wat je hier nu dus ziet, is dat het bij deze sign-up policy je op basis van e-mail sign-up jezelf kan gaan registreren, de sign-up attributen die de gebruiker zou moeten invullen is het display name en het e-mailadres. Nadat de gebruiker is geregistreerd, wordt hij ook automatisch ingelogd. En bij dat inlogproces wordt er dus eigenlijk een ...token gegenereerd en dat token wordt teruggegeven aan de applicatie. Die bevat een aantal claims, dus dat zijn attributen van de gebruiker. En in dit geval worden alleen uh, de identity provider, dus dat is de provider waarmee die is geauthenticeerd... ...en het object ID van de gebruiker wordt teruggegeven aan de applicatie. Ze zullen zometeen ook tonen in de applicatie dat hij inderdaad die informatie teruggeeft. Uh, token sessions en uh, SSO-config... Uh, heeft met name te maken met de lifetime van de verschillende tokens die gegenereerd worden tijdens het uh, uh, authenticatieproces. Uh, met name belangrijk uh, uh, is de, de web app session uh, lifetime timeout. Die staat nu op 24 uur. Dat betekent dus op het moment dat de gebruiker 24 uur nu is ingelogd, dat hij na 24 uur zichzelf weer opnieuw zal moeten authenticeren, want dan is de sessie verlopen. Dus dan moet hij opnieuw zijn token opnieuw op gaan halen. De onderste en dat is eigenlijk de meeste, die, die is er recentelijk nog, nog bijgekomen als functionaliteit, is dat je daar de single sign-on-configuratie kan, kan gaan configureren. En dat kun je doen per policy. Dus alle applicaties die gebruik maken van die policy, die kunnen gebruik maken van diezelfde single sign-on-experience. Dus een gebruiker kan dus een token ophalen en alle applicaties toegaan op basis die gekoppeld zijn met... Die uh, policy op basis van single sign-on. Um, of je kan dat configureren op applicatieniveau. Dus dan geldt het alleen maar voor die specifieke applicatie waar deze policy uh, aan gekoppeld is. Uh, of uh, op basis van het, uh, het tenant. Dus dan geldt het eigenlijk voor alle applicaties binnen het tenant. Nou, de onderste optie kom ik later in de presentatie nog op terug. Want dat gaat over de branding. En daar hebben we een apart uh, topic over. Dan gaan we naar onze demo-applicatie en dan laten we daar eens een gebruiker uh, gaan registreren. En dit is het, uh, het, het default registratiescherm van Azure Active Direct Directory B2C. Uh, wat ik hier nu ga doen, is dat ik een, uh, een gebruiker ga aanmaken uh, op basis van mijn eigen e-mailadres. Je ziet nu dus ook dat ik hier. Twee velden moet vullen, namelijk e-mailadres en displaynaam en wachtwoord. dat is logisch dat we die moeten vullen. Die configureer je in principe niet. Maar deze twee hebben we net aangegeven in het sign-up uh, uh, scherm dat we die moeten, uh, moeten vullen. Pakken we de code erbij. Ik heb dus een verificatiecode om te verifiëren dat ik daadwerkelijk die gebruiker uh, ook uh, ben, dat ik beheerder van dat uh, e-mailadres ben. Dat is geverifieerd. We een wachtwoord in en een display name. Klik op create en nu zal er een gebruiker binnen Azure Active Directory B2C worden uh, aangemaakt. En je ziet nu dus ook dat ik uh, direct ben ingelogd. En als ik nu de claims ga ophalen uh, van het token, dan zie je dus inderdaad dat de object identifier in dit geval dus is meegestuurd richting de applicatie. Ik ben nu een ingelogde gebruiker. Ik heb mezelf geregistreerd, ik ben ingelogd. Gaan we terug naar de presentatie. Nu hebben we een lokale sign-up gedaan. En nu gaan we een social identity provider gaan we koppelen met Azure Active Directory B2C. Um, Azure, Active, uh, Azure AD B2C biedt eigenlijk koppelingen met verschillende identity, identity providers. Dit zijn ze op dit moment en er zullen in de toekomst nog wel een aantal volgen. De, met name de grote jongens, die zullen, hier nog wel, er zullen nog een aantal grote jongens aan worden toegevoegd. Um, betekent dus, iedere applicatie die gekoppeld is aan een tenant, kan dus gebruik maken van deze uh, koppelingen die we hebben met die social identity providers. Dus het maakt niet uit hoeveel applicaties dat je hebt. Je ja, hebt maar één koppeling nodig naar één social identity provider. Nou, laten we dat ook eens gaan bekijken in een, uh, in een demo hoe je dat uh, configureert, hierom gaan we terug naar ons uh, managementportaal. Hin we uh, de identity providers. Nou, je ziet nu dat we alleen nog maar met uh, e-mail uh, accounts kunnen registreren en uh, inloggen. En wat gaan we nu doen? We gaan een uh, Google Toevoegen als zijnde een identity provider voor dit uh, tenant. Ik kies hier dus ook uh, de provider type Google. En nu moet ik dus net als dat we net zagen in de web.config, een client ID en een secret opvoeren om uiteindelijk een relatie te leggen, dus een trustrelatie tussen mijn tenant en uiteindelijk Google als identity provider. Die gegevens uh, die kun je uh, genereren op de Google Developer Console. Je kan daar een API aan maken. En daar wordt dus een Client ID en een Client Secret uh, uh, gegenereerd. En op het moment dat je die uh, gegevens uh, gebruikt binnen jouw configuratie, dan zet je dus eigenlijk een trust op met, uh, met Google als zijn Identity Provider. Dit geldt eigenlijk voor beide. Uh, dit geldt eigenlijk voor alle... Uh, social Identity Providers. Het werkt ongeveer op dezelfde manier. Sommigen wijkt het net even iets af qua configuratie, maar ongeveer op dezelfde manier. Er zijn hele goede tutorials te vinden op het internet waarin je dit precies uh, de stappen kunt volgen om zo'n uh, trustellatie uh, op te zetten. Nou, klik hier op OK, klik hier op Create. En dan zou Google worden toegevoegd als Social Identity Provider. Maar dan zijn we nog niet. We moeten uiteindelijk ook Google nog toevoegen. Uh, uh, als identity provider binnen de policy van ons sign-up en sign-in proces, zodat we ook daadwerkelijk Google kunnen gaan gebruiken. Dus dan gaan we naar de policy toe, die editen we. Je ziet nu dat er maar één uh, identity provider is geconfigureerd en daarvan voegen we toe Google. Klik op save. En hetzelfde doen we met uh, de sign-in uh, policy. Die was nog gekoppeld, zie ik. Overigens, de policies, dat heb ik net niet uh, duidelijk vermeld, uh, zijn ook in de web.config uh, terug te vinden. Ze is dus ook uh, anders dan dat je normaal met de normale Azure AD-koppeling of een normale Azure AD-app aan de gang gaat. Dus extra. En daarin defineer je dus per applicatie van welke policy die voor zijn sign-in en zijn sign-up en zijn positie reset. Uh, uh, waarvan welke policy dan uh, gebruik moet gaan maken. Dat zie je hier ook. Hier zie je ziet die verschillende namen eigenlijk terugkomen en die komen overeen met de configuratie die je net zag uh, binnen Azure Active Directory P2C. Uh, Terug naar de configuratie. Nou, dit is uh, gelukt. Dat zal nu ook ondertussen doorgevoerd zijn. Dan ga ik weer opnieuw. Uh, Uitloggen, dan ga ik een nieuw account uh, uh, aanmaken. Nu zie je eigenlijk dat er een tussenscherm uh, uh, verschijnt. Dat is namelijk de e-mail sign-up, uh, uh, dus eigenlijk het selectiescherm met welke uh, identity provider uh, ik mezelf kan gaan uh, registreren. Dus het kan zijn met e-mail, en in dit geval dus ook met Google. In dit geval kies ik voor Google omdat ik al ben ingelogd met mijn Google-account, want ik heb net mijn Gmail geopend, uh, ben ik automatisch op basis van Single Sign-On al ingelogd en uh, worden hier automatisch de gegevens dus ook al opgehaald. Als je dit voor de eerste keer doet, krijg je de tussenvraag eigenlijk van: Joh, weet je zeker, uh, wil je toestemming geven dat uh, Azure Active Directory gegevens uit jouw Google-profiel leest? Daarmee geef je eigenlijk consent en daarna ga je door naar je, naar je applicatie en dan worden dus inderdaad die gegevens opgehaald. Klikken we op continue. per applicatie of voor de tenant? Het geldt voor de tenant. Dus per de policy, per policy is dat geconfigureerd. Ja. Um. Oké. Okay. Uh, maar nu ben ik dus uh, ingelogd als een Google-gebruiker. Ik zal het ook tonen. Uh, uh. Hier zie je dus ook uh, de uh, Object uh, Identifier, Object ID, maar je ziet dus ook nu het Identity Provider veld is gevuld en dat is nu dus Google.com. Wat interessant is, is dat uh, er in Azure Active Directory voor deze Google.com gebruik natuurlijk ook een gebruiker wordt aangemaakt, omdat je die identity, identity nog steeds wil beheren. Je wil er nog steeds uh, management uh, op uitvoeren. Dus uh, als je hier gaat kijken. Bij alle gebruikers. Dan zie je hier dus ook drie gebruikers staan. En waarvan één uh, mijn uh, e-mail user is en de andere dus een google.com user. En dat is mijn, uh, mijn Google ID. Attributes en claims. Volgende topic. Uh, Azure Active Directory B2C biedt eigenlijk een standaard directory met al reeds een gevuld aantal default attributes die uh, horen bij een bepaalde. Uh, ja, die je kunt gaan vullen voor een bepaalde identity. Um, ik kan me goed voorstellen in sommige scenario's dat je daar uh, attributen aan wil gaan toevoegen. Zeker als je meerdere applicaties hebt, uh, die bijvoorbeeld, ik noem maar een, een, een voorbeeld een klantnummer, die wil je misschien delen over verschillende. Applicaties, dan is het handig om die op een centrale plek op te slaan en die is ook mee te geven tijdens het inlogproces, op het moment dat die gebruiker inlogt, dat die naar die verschillende applicaties wordt, uh, wordt doorgestuurd. Dat doen ze dus wel, kan dus op basis van uh, custom uh, attributes. Nou, de claims handling is een volstap, dus wat ik net zei is dat die wordt doorgegeven naar de applicatie toe. Dat kan dus op basis van uh, de, de gebruiker logt in. Vervolgens wordt uh, uh, het extra attribuut, het custom attribuut, toegevoegd aan een token en doorgestuurd naar de applicatie, zodat de applicatie dat attribuut kan consumeren. En daar verdere acties kan op, uh, op uh, kan nemen of daar extra uh, kan laten tonen binnen de applicatie. Ook dat gaan we even in een demo uh, tonen. Je hebt hier dus de, uh, de attributes en dit zijn eigenlijk de built-in attributes die je ziet. Uh, nou, dat zegt eigenlijk gewoon, dat zijn vaak de NAW-gegevens van gebruikers, uh, display name, uh, e-mailadres, dat soort zaken die zitten standaard in. Maar wat we gaan doen is, we gaan een extra attribuut uh, toevoegen. En uh, ik noemde het net al, uh, we gaan gewoon een klantnummer uh, toevoegen. Op create. Uh, het veld hier ook aangemaakt. Dit is het klantnummer. Wat we nu kunnen doen, is uh, wat we zullen demo, is dat we dat, uh, uh, dat attribuut kenbaar gaan maken binnen onze profile editing uh, uh, policy. Zodat een gebruiker zelf zijn eigen profiel kan bijwerken. Je kies je dus voor het Edit Profile Policy en je ziet hier het aantal profielattributen die een gebruiker kan, kan aanpassen. Um, en daarin zie je nu dus ook de custom attribute, uh, zie je dat die erbij is gekomen. Die selecteren we en we klikken op OK. Klik op Save. De configuratie is doorgevoerd en dan gaan we terug naar onze applicatie. Hierbovenin hebben we een knopje Edit Profile. Dit roept dus inderdaad die, uh, die Profile uh, Policy uh, roept die aan. Dus op het moment dat ik hier nu op klik. Dan hebben we inderdaad hier het, uh, het zojuist aangemaakte veld uh, tevoorschijn. En nu kun ik die, uh, kan ik die zelf uh, vullen. Dus misschien klantnummer niet meer helemaal het juiste voorbeeld. Maar je zou hier wel bijvoorbeeld andere uh, persona gegevens aan toe kunnen voeren. Geslacht, andere zaken. Dat, ik kan er van alles uh, aan toe. Dat ben je helemaal vrij in. Uiteindelijk kun je die uh, gegevens uh, die, uh, die je daar vult ook weer uh, toevoegen aan de andere policies. Bijvoorbeeld een goede use case zou zijn uh, dat je bepaalde gegevens tijdens het sign-up uh, proces al uh, extra wil meegeven. Uh, gebruiker wordt aangemaakt in Azure Active Directory B2C, maar je wilt ook dat die gebruiker een bepaald profiel krijgt in die applicatie zelf. Want daar zit applicatiedata en je wilt dat toch op de een of andere manier gaan correleren met elkaar. Nou, je, zou, je zou daarvoor een uh, uniek object-identifier uh, kunnen gebruiken vanuit B2C zelf, maar je kan ook een unieke custom-ID uh, daar genereren en die uiteindelijk doorzetten naar de applicatie. Terug naar de presentatie. Ja, op basis van de Graph API zou je dat uh, kunnen doen. Dus je zou een check kunnen doen op het moment dat de gegevens binnenkomen. Zou je een check terug kunnen doen of die gegevens ook daadwerkelijk kloppen. Ja. Branding. Um, vind ik persoonlijk uh, de mooiste uh, functionaliteit die binnen B2C uh, beschikbaar is gekomen. Zal uh, uh, waarschijnlijk ook uh, binnen Azure Active Directory uh, beschikbaar gaan komen als, uh, als functionaliteit. Um, goed, um, wat je binnen Azure Active Directory als default branding kon doen is natuurlijk dat je een aantal logo's al kon, uh, kon aanpassen. Um, ja, dat uh, was beperkt he, je krijgt dit soort pagina's uh, kreeg je te zien. Ja, dat, uh, dit kun je niet, dit is niet bruikbaar voor een uh, customer scenario. Uh, je kan niet op het moment dat een gebruiker op een webshop zit en hij klikt op login, uh, dit soort schermen tonen, want dan is die gebruiker gewoon op dat moment gewoon uh, verward en dat krijg je nooit uitgelegd. Voor een interne IT zou je dat nog, uh, zou je dat nog kunnen doen, dan kan je interne medewerkers er nog over inlichten, maar een gebruiker, een externe consument kun je daar nooit uh, op die manier over informeren. Uh, en wat je dan eigenlijk wil is uh, dat een, uh, op het moment dat de gebruiker klikt op login, dat je netjes in hetzelfde stijl een login en een registratiescherm te zien krijgt. En dat kan dus met B2C. Je kunt daar dus custom uh, branding uh, gaan, uh, gaan toepassen. Hij werkt op basis van HTML en CSS, waarbij de HTML eigenlijk uh, uh, gevuld wordt door, uh, door Microsoft. Dus het is wel uh, de, de velden en de knoppen die je daar ziet, die worden op basis van JavaScript geïnjecteerd. Dus dat proces, het, in, het, het invullen van wachtwoorden en het authenticatieproces, dat wordt nog steeds verzorgd door Microsoft... Echter heb jij de controle over de branding, hoe het eruit ziet, hoe het oogt. En je kan het dus volledig laten integreren met je eigen uh, branding, huisstijl van je eigen website. En ook dit kun je dus weer per applicatie anders uh, instellen afhankelijk van de policy die je gebruikt. Nou, daar willen we uh, wederom een, een demo uh, uh, van laten zien. Dan Beginnen we. Uh, ik heb een, uh, een, een file uh, voorbereid. Het is een default HTML-file. De CSS-file laat ik niet zien, want er is niet zoveel spannend aan de CSS-file. Dat is echt alleen maar pure styling. De HTML-file, daar valt wel iets over te vertellen. Uh, dan zie je inderdaad een aantal verwijzingen naar een uh, CSS-file. Ik heb uh, mijn CSS en HTML-files op een blob storage gezet, zodat mijn B2C-tenant uh, in ieder geval de branding-pages kan ophalen. En hier zie je de verwijzingen naar deze CSS-file. Uh, Files. Uh, het belangrijkste van deze HTML is eigenlijk uh, de, div, de div van uh, de API-div. Dus deze uh, dit is, deze uh, div wordt eigenlijk gebruikt door Microsoft om standaard die knoppen en die velden en al dat soort uh, uh, toepassingen voor het login- en registratieproces op basis van JavaScript te injecteren. Hier kun je wel wat teksten en wat uh, uh, toepassingen omheen nog uh, in, uh, in code. Maar de knoppen en de tekstboxen zelf, die kun je hier uh, niet in. De tekst van Ja. De tekst van de, van de knoppen die pas je niet aan in de HTML. Maar die pas je aan in de configuratie van B2C. Dus in het managementportaal. Dat zal ik zo meteen ook tonen op het moment dat ik de branding uh, instel. Dan kun je inderdaad die, uh, die teksten aanpassen van de knoppen. Laten we daar direct uh, naartoe gaan. Even kijken, uh, pakken we weer de sign-up uh, policy. Dan gaan we naar uh, onderin, de Page UI uh, Customization en daar kunnen we dus uh, de uh, styling gaan aanpassen van de uh, verschillende pagina's. Nou de bovenste pagina is dat select, die uh, selectiepagina waar je kan kiezen tussen e-mail, en uh, een social ID uh, voor het registreren. De onderste twee pagina's zijn de pagina's waarop je uh, daadwerkelijk die gegevens gaat invullen. Dus je display name en e-mailadres, zoals we in het voorbeeld daarnet hebben gezien. Nou, we, gaan, we gaan zowel voor de local als voor de identity provider de, de local sign-up en de selectie page, de custom page uh, aanpassen. Ik heb daar een, een voorbeeldpagina al voor, voor voorbereid. Die kan ik hier direct inplakken. En dit is ook de plek waar je die, die knoppen dus kan, kan tweaken. Je ziet hier, zo met, op die selectiepagina zag je er net e-mail, sign-up en Google staan. Je kan die teksten dus aanpassen. Je zou kunnen zeggen van uh, bedrijflogin of customlogin of whatever. Je kan hier een eigen tekst invullen. Dat doe je hier. Um, ja, die kun je, je kan hier gewoon andere teksten in uh, Engels of in Nederlands of whatever. Dit is custom tekst, dus je kan dat gewoon invullen. Nou, maar als je zeg maar uh, verschillende talen tegelijkertijd rond, uh, dus de ene klant Engels de andere klant Nederlands? Um, dat is een goeie. Volgens mij zit dat er nu op dit moment uh, niet in, die, uh, die taal. Zal ik even, uh, straks even naar kijken? De, de, zullen we straks nog eventjes uh, na, als we naspreken nog even op terugkomen? Goed. Pas ik deze ook even aan. Save. Oké, okay, gaan we terug naar mijn applicatie. Uitloggen. En als ik nu naar sign up ga. Dan zie je inderdaad dat hij nu mijn styling, uh, pagina heeft opgepakt, de HTML en de C6 En nu oogt het in ieder geval alsof het hoort bij de applicatie. Nog steeds, uh, Microsoft online, uh. Klopt, de URL is nog steeds niet uh, gemaakt. Dat is een feature die in de toekomst wordt, uh, wordt uh, gereleased. En het staat ook, ook, ook op hun roadmap om dat uh, te gaan doen. Ja, klopt. Uh, en je zult nu ook zien bij de e-mail sign-up dat dat ongeveer op dezelfde, op dezelfde manier oogt. Dus dat, uh, dat is de branding uh, functionaliteit. het editen van je profiel, dat niet te branden. Editen van mijn profiel kun je ook uh, branden. Als het, goed is, als het goed is, kun je die ook branden. Zo dus live even kijken, maar volgens mij kun je die uh, gewoon aanpassen. Kijk, hier, ook de, hier kun je ook de, de pagina's gewoon uh, dus instellen. Dus die kun je ook branden. Ja. Mijn laatste topic: typical B2C scenario's. Op basis van een aantal cases die ik al bij klanten uh, ben tegengekomen, zie je eigenlijk een soort vanzelfde patroon waar je over na moet gaan denken op het moment dat je B2C implementeert. En die wil ik ook graag met, uh, met jullie delen. Uh, een aantal daarvan die zijn misschien voor de hand liggend, maar misschien een aantal daarvan uh, niet. Uh, Namelijk een keuze moeten worden gemaakt tijdens zo'n zo uh, zo implementatie is waar je welke data gaat opslaan. Ik noemde het net al. Uh, op het moment dat je data over verschillende applicaties wil gaan gebruiken, die is identity-gerelateerde informatie, dan is het handig om die informatie in ieder geval binnen Adjective Directory B2C op te slaan. Applicatie. Gerelateerde informatie, dus die specifiek gelden voor die applicatie, dat is handig om die in, in die applicatie op te slaan. Dat is een veel voorkomend scenario, wat ook handig is om zoveel mogelijk informatie in binnen Engine Directory B2C op te slaan, zodat je het heel makkelijk over verschillende uh, applicaties kan verspreiden. En of je dat nu doet op basis van claims, wat we net hebben gezien, in de tokens doorgeeft, of dat je dat doet. Op basis van een extra Graph API-call, wat ook wordt ondersteund door B2C, dat die keuze die staat vrij. Het is handig om bijvoorbeeld op het moment dat je inlogt een display name te tonen in de applicatie. Nou, dat kun je op twee manieren realiseren. Of je geeft hem mee in een token, of je doet een extra call: van joh, geef mij voor deze gebruiker de display name die is opgeslagen in B2C en laat die dan zien in mijn applicatie. Er zijn twee manieren om dat te realiseren. Wat enorm belangrijk is en die ligt ook, denk ik wel, voor de hand liggend, die is ook wel voor de hand liggend, is de, uh, unique identity, uh, uh, de unique ID van een gebruiker. Je selecteert altijd één ID om de gebruiker uiteindelijk vanuit die verschillende contexten, dus vanuit de B2C context, de applicatiecontext, en misschien heb je meerdere applicaties te kunnen correleren naar één identi uh, identity. En of je daar nu voor de object-identity-provider binnen B2C gebruikt, of een custom uh, ID, ja, die keuze die staat vrij uiteraard. En registratie. Uh, op het moment dat de gebruiker inlogt, uh, dan gaat hij natuurlijk eerst naar de B2C-pagina, waar dit registratieproces start. En daarna wordt de gebruiker ook aangemaakt binnen de, binnen de applicatiecontext. Uh, uh, het is dus mogelijk om extra informatie tijdens het sign-up proces mee te geven om die gebruiker uiteindelijk te verrijken binnen die applicatie. Uh, dat kan dus afwijkend zijn van de authenticatie policy en die, de, de informatie die dus in het token zit van zo'n authenticatietoken tijdens het authenticatieproces, kun je daardoor dus minimaliseren. Dat is ook wel een common best practice om dat op die manier uh, te doen. Nou, dan is er nog één ander scenario en dat uh, 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 dreigt een beetje naar een ander type service toe uh, uh, te, uh, te leiden namelijk. Um, dat is dat je hebt partners en partners uh, uh, die kunnen een klantadministrator... Uh, je hebt een organisatie, je hebt een partner van die organisatie en die partner uh, die wijst een klantadministrator aan die de mogelijkheid heeft om namens die partner... Uh, ...bepaalde services binnen jouw bedrijf uh, te gaan afnemen en te gebruiken. Daarvoor kun je natuurlijk gewoon uh, binnen B2C een, een account aanmaken... ...die de administrator kan inloggen. En in veel gevallen, uh, wat we zien, is dat die administrator dan permissies nodig heeft... ...om andere gebruikers toe te gaan voegen. Uh, daar kun je natuurlijk een custom uh, pagina voor uh, gaan maken binnen je eigen applicatie. Een profielpagina waarin je... Extra accounts kan gaan, uh, kan gaan aanmaken en dan een registratiemail sturen naar de gebruiker toe. Uh, of al direct een account aanmaken in B2C. Maar eigenlijk zijn dit soort scenario's. Horen eigenlijk bij een heel ander type uh, service. En ik denk dat dat even belangrijk is om even die kaderzetting te doen aan het einde van mijn presentatie. Want het gaat over dit, dit soort scenario's gaat over B2C. Het gaat over consumenten die uiteindelijk een. Een service gaan afnemen bij een bedrijf. Dit gaat niet over partners, partnerorganisaties. Dus een, waarbij een medewerker van zo'n partner namens dat bedrijf een dienst gaat afnemen. Daar hebben ze Microsoft een andere dienst voor in het leven geroepen. En dat heet Business to Business. Ik heb te weinig tijd om die complete dienst uh, uh, te behandelen, natuurlijk, in deze sessie. Maar waar het om gaat is dat je uh, toegang kan verlenen aan een partnerorganisatie om. Uh, jouw applicaties ter beschikking te stellen, uh, zodat een partnerorganisatie die applicatie kan gaan benaderen. En de partners, die selecteert eigenlijk de gebruikers, die dus namens die partner die uh, applicaties kunnen gaan gebruiken. En dat is dus volledig anders ten opzichte van een, uh, een B2C scenario, waarbij een consument namens zichzelf uiteindelijk de, gewoon die diensten gaat benaderen. Dus het is altijd belangrijk om een keuze te maken tijdens de selectie van een bepaalde dienst. Uh, of je voor B2B of voor B2C gaat, uh, ik wil de laatste nog even uh, uh, benoemen: de uh, discoverability. Bij een B2B scenario gaat het er vaak om dat je met mensen, met partners, gaat samenwerken. Op basis van trustrelaties kun je dat dus bewerkstelligen. In een B2C scenario wil je natuurlijk juist niet. Als ik iets bestel in een uh, webshop, dan wil ik niet weten. Uh, wie daar nog allemaal meer uh, die producten hebben gekocht. Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik wil namelijk gewoon uh, voor mezelf een, uh, uh, iets bestellen of een dienst afnemen. Uh, die bent dus eigenlijk altijd invisible voor andere gebruikers. En dat is in een B2B-scenario, dus juist niet. Dus het is altijd belangrijk, denk ik, om die verschillende uh, 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 keuzes die je hebt om voor B2B of voor B2C te kiezen, om die af te wegen. En op basis van de, dit, geeft denk ik een mooie richtlijn uh, om dat te doen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is uh, die ik jullie wil, uh, wil meegeven. Uh, nou, daarbij wil ik eigenlijk mijn uh, uh, presentatie uh, eindigen. Uh, dank voor jullie aandacht. Uh, Mochten jullie nog vragen hebben, ik ben hier nog even en zo meteen in de experts lounge. En hier kunnen jullie eventueel uh, de sources vinden van de demo app die we, die we hebben gebruikt.